Serieus, Jutta en Jong, ja. Ja, nou, volgens mij zijn we live. Nou, we zijn al live, maar we gaan over een paar seconden beginnen. We gaan nog even dit snel even delen op de andere pagina. Dat wil nog niet echt helemaal lukken. Nou, gelukkig kan iedereen alvast meekijken. Ja, ja dat zou je niet gelijk. Technieke stap blijft wel ingewikkeld. Ja, zelfs in Marokko. Ja, en zelfs als je zo goed voorbereid bent. De eerste reacties komen ook, er komen heel veel reacties al binnen, dus dat is mooi. Oh, goed. Nou, we beantwoorden heel graag de vragen. Goed, we gaan beginnen. We gaan het even, ik krijg hem niet goed gedeeld, dus dat laten we even zitten. Maar dat doen we dan aan het einde alsnog, zeg maar. Welkom iedereen zo laat de avond. 8:45 in Rabat, waar wij op dit moment zijn. En 9:15 alweer in Nederland. Ik ga Katrien nog even vragen om hier de code in te voeren, zodat ik ook even goed kan zien wat ik nodig heb. Zoals de meesten van jullie wel weten zijn Katrien en Lilian op dit moment op reis in Marokko, op dit moment in Rabat. En we gaan even wat vragen beantwoorden, omdat de livestream vanochtend op Schiphol niet helemaal lukt. Laten we beginnen bij Lilian. Lilian, waarom zijn wij op dit moment in Marokko? Ja, we zijn in Marokko omdat we ons grote zorgen maken over de situatie in de Rif. Waar mensen tekort hebben aan veel slechte gezondheidszorg. Men klaagt over het niveau van het onderwijs. Er zijn te weinig banen. En de Rifijnen zijn daartegen gaan protesteren. Ze zijn de straat opgegaan, hebben vreedzame protesten ingezet. En hun leiders zijn gearresteerd. En die processen die lopen nu in Casablanca. En wij vonden het belangrijk om onze solidariteit te betuigen. Ik vond het ook belangrijk om te horen wat de Marokkaanse autoriteiten wat te zeggen hebben over de situatie. En we hopen natuurlijk dat we door onze aanwezigheid hier het meer op de agenda krijgen in Den Haag. En in het geval van Katty ook in Brussel. Ja, want Katty, wat is nou eigenlijk het doel van de reis die jullie met z'n tweeën besloten te maken? We houden ons natuurlijk al een aantal maanden bezig, ook bij meerdere manifestaties in Nederland geweest. In Brussel een event georganiseerd, waarbij onder andere de vader van de heer Safsafi ook in Brussel was. En het werd nu ook wel tijd om met onze eigen ogen te zien, langs te gaan, zowel in Rabat, in Casablanca, maar ook in het Rifgebied, later deze week in Al-Hoceima en Nador. Om echt met een grote groep mensen te spreken, te horen wat de situatie is. Is er iets veranderd in de afgelopen twee jaar of niks? En het was natuurlijk ook heel bijzonder vandaag om bij die rechtszaak aanwezig te zijn. Ja, laten we daar zo even over verder praten. We zijn vanochtend aangekomen in Casablanca. En daar gaan we dan ook naartoe. Wat hebben we vandaag gedaan hier in Marokko? We zijn vandaag aanwezig geweest bij de start van het proces tegen Nasser Safsafi. Natuurlijk lopen die processen al wat langer. Andere mensen staan ook terecht. Dus we zijn aanwezig geweest in de rechtszaal. Konden het proces volgen. We hadden tolken van een internationaal erkend onafhankelijk bureau. Die natuurlijk, ja, op die manier konden we heel goed de rechtszaak volgen. En ook met name natuurlijk ook het betoog van Nasser Safsafi heel goed volgen. Die vertelde waarom de mensen daar de straat op zijn gegaan. Waarom ze het belangrijk vinden dat het een vreedzaam proces is. Protest is. Ze zeiden, ja, onze kinderen waren mee. Er waren oudere mensen bij. En hij zei het heel mooi. Het was heel vreedzaam. Er is nog geen kopje gebroken tijdens onze protesten. En ja, we maken ons natuurlijk toch wel zorgen over het feit dat mensen die vreedzaam protesteren toch terecht moeten staan. Ja, Katty, hoe kijk jij terug naar vandaag? Nou, het was eigenlijk heel indrukwekkend. Je komt zo'n zaal binnen en zonder dat wij de verdachten konden zien, wisten we dat daar een groep van 50 heren zat. Nasser Safsafi werd opgeroepen. Zijn ouders waren aanwezig, familieleden, heel veel vrouwen van de gedetineerden. Het was ook natuurlijk raar. Safsafi ken ik niet persoonlijk.
We kennen hem van heel veel filmpjes op Facebook. We hebben zijn vader natuurlijk eerder ontmoet, allebei, zowel in Den Haag als in Brussel. En om hem daar toch te zien staan, en we keken elkaar aan, en voordat we überhaupt nog konden begrijpen wat hij had gezegd, aan zijn stem te horen, is die man niet gebroken. Daar zat enorm veel kracht in. En we hebben eigenlijk ook een lesje geschiedenis gekregen van de RIF. Ja. Vertel eens. Ja, nou kijk, hij was heel strijdbaar, Nasser Safavi. En wat hij wilde natuurlijk het verwijt weer leggen dat die protesten iets te maken zouden hebben met separatisme. Hij zei nee, wij zijn één land, wij willen tot dit land horen. Maar hij vertelde wel met inderdaad een terugblik op de geschiedenis dat de Rifijnen, ondanks dat ze natuurlijk hard gevochten hebben voor het land en Spanje en Frankrijk, de kolonisatoren, echt bestreden hebben, dat verwijt er vaker is geweest. En dat greep hem ook wel aan, want hij zei, we zijn juist, ons hart ligt bij Marokko. We willen graag dat we allemaal, alle mensen in Marokko, gelijk rechten op ontwikkeling hebben. En daar zijn we de straat op gegaan en niet voor iets anders. En dat was, hij vertelde het echt nog veel mooier natuurlijk dan ik het kan vertellen. Maar het was heel indrukwekkend. Die zaal, we zaten vrij vooraan. Het was fijn om er te zijn, ook om de familie van hem te steunen. Ook om de andere gevangenen te steunen. En nou ja, we konden de rechter zien, er waren heel veel advocaten. Allemaal in toga natuurlijk. En Nasser Safavi stond daar strijdbaar te midden in een lichtblauw overhemd. Dus het was ook wel een heel mooi beeld om te zien. Niet alleen maar om te luisteren naar zijn woorden, maar ook om nou ja, zijn strijdbare houding met eigen ogen te zien. Ja. En nu vragen veel mensen via Facebook Live of wij ook de gevangenen gaan bezoeken. Of de familie van de gevangenen in Al-Sima. Cathy? Ja, we hebben vandaag in het begin, zoals ik net aangaf, konden wij de mensen niet zien. Maar na afloop, bij een pauze, heeft de heer Ahmed Safavi ons meegenomen om ervoor te zorgen dat we ook iedereen kunnen aankijken, zij ons ook konden zien. Dus we hebben ook de gevangenen kunnen begroeten. Zij wisten ook dat wij in de zaal aanwezig waren. Dat was, vond ik, ook wel een heel emotioneel moment. We hebben natuurlijk een aantal familieleden vandaag al getroffen. En hierna gaan we nog naar Al-Hussein zelf toe. Dat is op woensdag. En daar worden we ontvangen voor lunch bij de vader van Safavi. Thuis en hij neemt ons daarna mee naar een aantal van de andere familieleden om met hen verder in gesprek te gaan. Ja, want woensdag is natuurlijk geen makkelijke dag. Nee. Dat is de dag dat heel veel familieleden al naar Casablanca afreizen om in de gevangenis de mensen te bezoeken. Maar zoals we ook weten, heel veel mensen hebben niet het geld om dat elke week te doen of zijn te ziek om dat te doen. Dus er zitten natuurlijk altijd nog steeds familieleden, ook op woensdag, in die stad. Dus dat gaan we overmorgen. Ja, want waarom gaan we naar de RIF? Wat? Nou ja, omdat het wel goed is om ook met eigen ogen te zien hoe de situatie daar is. We willen natuurlijk ook onze solidariteit betuigen aan de families die nou ja, het al moeilijk hadden. En het is er natuurlijk niet gemakkelijker op geworden voor hen. Dus het is wel belangrijk, denk ik, om er zelf te zijn geweest, zodat ik ook nou ja, uit eigen ervaringen kan vertellen. Voordat we woensdag daar naartoe gaan, hebben we morgen nog een dag hier in Rabat. Spreken we wellicht ook een aantal vertegenwoordigers van het parlement. We zijn vanochtend hartelijk begroet op het vliegveld door ook een vertegenwoordiger van het parlement. Dus ook goed om hier in Rabat de verschillende posities te horen. En dat gaan we dan morgen doen. Ja, dus we praten eigenlijk met iedereen in Marokko, als ik het zo mag. Ja, ik denk dat ook de bedoeling is. Wij zijn natuurlijk parlementariërs uit Nederland. Het is natuurlijk, het wordt door sommige mensen heel erg op prijs gesteld dat we hier zijn. Maar ik denk dat je ook open moet staan voor dat gesprek met iedereen. De situatie is natuurlijk verhard door alles wat er is gebeurd, door de repressie die er heeft plaatsgevonden. Dus ik denk als parlementariërs iets kunnen doen om dat gesprek in ieder geval op gang te brengen, dan dragen wij daar graag aan bij. Ja, nou we houden de mensen ook de komende dagen uitgebreid op de hoogte, vooral via social media. Ja. Dat doen we nu op de Facebookpagina van Cathy, maar dat doen we de volgende keer op de Facebookpagina van Lilianne Ploemen. Ja. Dus volg die pagina ook absoluut even. Nog een nabrander? Nee, nou ja, het was heel indrukwekkend om de strijdbaarheid te zien.
En ook om te horen dat hoe belangrijk het is dat, weet je, dat kinderen naar school kunnen en dat er gezondheidszorg is. En het was ook wel ontroerend om te zien hoe zoveel mensen zich zo inzetten, gewoon om het beter te maken voor hun kinderen. Ja, heel erg duidelijk. Ja, wij zaten in dezelfde bank met de vader en moeder van Zefsavi. En soms keken we naar hen en wat je zag, is soms een soort trots, hè? Ja. Want hij gebruikte ook humor soms nog in zijn speech. Ja. En een glimlach, maar toch ook natuurlijk dat enorm gevoel van onrecht wat hun zoon wordt aangedaan. Dus alle emoties kwamen samen vanmiddag. En het was in ieder geval heel bijzonder dat we daarbij mochten zijn. Ja. Want we hebben deze reis natuurlijk 2 maanden geleden al gepland. Dus we wisten niet, het moment dat we hier zouden zijn, dat het ook de start zou zijn. In ieder geval dat hij gehoord zou worden. Dus wat dat betreft is dat puur toeval. Ja. Maar het was, ik vond het zeer ontroerend allebei om daarbij te zijn. Ik wil toch nog 1 ding vragen. Er zijn heel veel mensen die nu vragen of jullie ook even in het Engels nog kort iets willen zeggen. Zou jullie nog kort even in het Engels kunnen uitleggen waarom we hier zijn? En dan sluiten we daarna af. Ja, we're here in Morocco today in Casablanca. We were present at the start of the trial against Nasser Sefsavi. And it was very special to be there. You could feel the solidarity, but you could also feel the pain of the families, obviously. And for us, it's important to be here, not only in Casablanca, but also to go to El Hoceima, to the region, and to see with our own eyes how the situation is and to talk to families. Tomorrow we will talk to representatives of the parliament, if everything goes as planned. We zijn volgens mij ondertussen de connection kwijt. Ja, dat krijgen ze. Nee, we zijn volgens mij nog live. Nou, we hebben het duidelijk uitgelegd. We gaan afronden en we houden de komende dagen iedereen op de hoogte. En dank ook voor al jullie reacties. Ja, En stel vooral je vragen nog hieronder. Ja. Als jullie nog vragen hebben, dan beantwoorden jullie de komende dagen. En dan via de Facebookpagina van Lilianne Ploemen. Dus die even volgen. Tot ziens. Doei. Dag.